Volgens mij wel. We werden toch deze kant op gestuurd toen we... We zijn bij O. Achter D. Huh? Weten jullie waar de stad is? Oké, dankjewel. Staan we dan bij de start van de Boretti-tocht. Het is een tijdje geleden dat ik Boretti-tocht heb gedaan. Een mooi shirtje hebben we gekregen. Kijk. Beetje donker, maar je ziet het wel. Staan we dan voor de rit die we eigenlijk niet zouden rijden. We dachten we gaan de Gran Fondo Rosso rijden, maar dat is volgende week. Nou, wat ingeschreven, dan gaan we even goed rijden, toch? Lekker toch? Lekker rustig aan. Menno. Geniet van de omgeving. Waar is Menno? Ricky, komt zo aan, denk ik. Menno! Komt hij aan. Oh, Menno, alles goed? Hey, kerel. Je ging handschoentjes kopen, toch? Ja, maar ze hebben ze niet, dus ze niet veel. Helaas. Ja, dan komen we de tijd in nieuw en dan komt er weer een mooiere. Wat is dit? Daar gaan we. Go, go. Over de stad hier van die prachtige 150 kilometer. Yo. Zijn we net vertrokken, 10 kilometer verder. Het is een en al plukjes van renners. Plukje voor, plukjes achter, plukjes achter. We doen deze keer heel rustig aan.
beetje riepen, ja klopt. Ik heb al een stuk of 54 karoes voorbij zien rijden. Oh ja? Ja. Ja, we gingen. Gaan we helemaal daarheen? Nee, ik heb honger, hè? Niet hoor. Ga maar Inge. Voor toch? Ja. Vaar iets voor. Ja, ja. Deze score.